Vandaag bezoeken wij de steenkoolmijn van IJsden, de meest oostelijk gelegen mijn uit het Kempensbekken. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog werd hier de mijn opgericht. Het dorpje IJsden telde nog geen 300 inwoners en was echt een klein agrarisch dorpje. De mijn moest daarom vanaf het begin alle zeilen bijzetten om in dit relatief dun bevolkte grensgebied aan de Maas mijnwerkers aan te trekken. De cité, zoals de Tuinwijk ook genoemd wordt, werd de bakermat van een multiculturele samenleving met mensen uit Oost-Europa, Zuid-Europa en Noord-Afrika. De mijnkathedraal Sint-Barbara werd gebouwd in 1934 en die plompe toren is 54 meter hoog. De mijncité telt ook nog een casino. Grote scholen en natuurlijk het regiegebouw. Werken in de steenkoolmijn was heel gevaarlijk. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dit monument is dan ook een hulde aan alle 55.000 mijnwerkers die hier werkten, van wie er 251 verongelukten tijdens het werk. Ook een opvallend monument hier in de Tuinwijk is de Tevitmoskee. Een zeer mooie Turkse moskee met een blauw-witte minaret. We staan hier nu in het park van de directeur met daar de directeurswoning. Momenteel in gebruik als cultuurcentrum en daarachter ligt, jawel hoor, een drive-in cinema. Dat zien we vaak bij de steenkoolmijnen in Limburg. Heel veel plaats en ruimte en dat krijgt dan een herbestemming na de sluiting van de mijnen. Hoe denk je anders dat Maasmechelen Village hier is kunnen ontstaan? Veel ruimte, veel plaats. Vlak bij de directeurswoning vinden we een beeld terug van een Italiaanse arbeider. Een groot deel van de mijnwerkers bestond uit Italianen. In 1946 was er namelijk een akkoord gesloten tussen België en Italië, waardoor het aantal Italianen in België aanzienlijk groeide. De Italianen waren echter niet de enige buitenlandse gastarbeiders. Voor hun komst waren er voornamelijk Oost-Europeanen aan het werk in de mijnen, maar bij het begin van de Koude Oorlog verboden de communistische staten hun inwoners nog langer in het buitenland te werken.
De Dom Sint Barbara, een Sloveense zaal, herinnert echter nog aan die vroegere oostblokarbeiders. De toestroom van Italiaanse arbeiders kwam echter ook ten einde in de jaren 50. De mijnindustrie begon dan vooral arbeiders te werven in Spanje en Griekenland. Zo getuigen deze Griekse kerk. En in de jaren 60 werden er nog verdragen afgesloten met Marokko en Turkije. De Marokkaanse moskee is nog een goed voorbeeld van die Marokkaanse gemeenschap in IJsden. Er is hier zelf een Turkse voetbalploeg. De bevolkingstoeloop van al deze landen kwam ten einde toen de mijnen ook ten einde kwamen. Hier zijn we aan de steenkoolmijn van IJsden. De voormalige toch, want deze is in 1987 gesloten. Nu in Maasmechelen, de fusiegemeente waar IJsden toe behoort, hebben ze niet stilgestaan hoor. Ze hebben hier nu een hotel van gemaakt, Ter Hills noemt het. En dat doet me eraan denken, hier zijn meerdere Ter Hills of mijnbergen. Drie namelijk, ja, drie. En die behoren tot het gebied Connecterra. En dat behoort op zich dan weer tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Inderdaad, IJsden heeft heel wat te bieden. En wij gaan dus zeker ook de mijnschachten bezoeken en die Ter Hills. Maar eerst een toertje rond de city. Want hier is ook nog eens een cinema gelegen. Euroscoop. En hier is Maasmechelen Village, een van de weinige outlet stores in België. Ik dacht altijd dat het was als weinige, maar nee hoor, dit is buiten. Ik ben hier nog nooit geweest. 25 jaar, eerste keer hier. Yep, schrijf dat maar op. In de IKEA ben ik ook nog niet geweest, dus stop daar ook maar mee over te zagen. Hè. Een reusachtig mannekepies. Prada. Geox. Wat hebben ze hier niet, hè? En die kloktoren doet mij zo denken aan Planeet Boldan, Ratchet & Clank 2, Going Commando. Oh, fucking zangspel. Naar het schijnt zou deze schachtblok soms betreedbaar zijn. Maar uiteraard voor mij niet. En hier kan men eindelijk beginnen aan de beklimming van de lange Ter Hill. Tot zover ging het nog, maar het wordt hier een hellingsgraad van 13%. Op zich lijkt het me wel een heel mooie wandeling, maar veel te druk vind ik het hier.
We zijn nog niet op de top, maar we houden toch al even halt op dit zijspoor. Mooi, hè? Maar één dag in België bent of je bent hier op reis vanuit het buitenland, dan zou ik inderdaad zeggen, bezoek gewoon de Terril van IJsden, de Lange Terril. Hoewel ik die van Beringen en Zolder ook wel mooi vond. Maar deze heeft het mooiste uitzicht, denk ik. En is het meest internationaal misschien. Dat hoor je hier ook wel, want ik hoor hier heel veel Walen. Ja, allemaal Frans sprekenden hier. Wel Vlamingen, maar dan denk ik, jullie hebben toch zelf bergen in de Ardennen? Nee, iedereen welkom uiteraard. Wij gaan daar ook genoeg wandelen als Vlamingen. Hè? Nog één terril te gaan, de hoogste van allemaal, in Genk. Dat is voor de volgende keer dan. Deze aflevering sluiten we af bij Ecotron. Deze topinfrastructuur van Universiteit Hasselt voor klimaat- en biodiversiteitsonderzoek is uniek in Europa en een absolute trekpleister voor wetenschappers en het grote publiek. Ik zie jullie graag terug volgende keer.